Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat we een overname wilden doen en dat dat lastig was om Freddy te overtuigen. Vergeet niet, je overtuigt niet alleen de aandeelhouder, maar je moet ook de raad van commissarissen overtuigen. Dus als er voldoende druk ontstaat, dan krijg je... Het duurt wat langer voordat je hem dan over de streep hebt, maar het is altijd gelukt. Ik heb het nooit gevoeld als een belemmering, omdat de belangen parallel lopen en omdat hij heus wel inzag dat het belang van de onderneming voor de toekomst ook overname is. Want het is of je eet of je wordt gegeten. Dat is de keuze die je hebt. Nou, en wij hebben in mijn tijd, dat ik 10 jaar voorzitter was, 9 jaar, een heleboel overnames gedaan in Oost-Europa, dus in West-Europa, Oost-Europa, in Azië. En onze positie geconsolideerd in Afrika en Zuid-Amerika. Dus er zijn wel overnames. We hebben, ja, heel veel. Okay. Ik kan je zeggen dat, dat weet ik toevallig omdat een van de analisten me dat destijds toestuurde. Dat de marktkapitalisatie toen ik kwam was 2,5 miljard. Toen ik wegging was 20 miljard. Ja, dus er is wel wat gebeurd. Zeker, en nu is hij ook 30 miljard. Nog wat, ja, want u bent ook in 2001 uitgeroepen tot topman van het jaar. Is dat gedeeltelijk hiervoor? Waarom kreeg u, denkt u die prijs? Dat moet je aan die jury vragen, dan sta ik buiten. Je wordt genomineerd, hè, dat is een enquête onder bestuursvoorzitters. En die nomineren een aantal mensen en dan de jury die zegt dan, die is het. En dat was u? Toen was ik het, ja. En maar hoe is dan bijvoorbeeld het beleid onder u veranderd in die tijd? Want misschien is dat een grote reden waarom u die prijs heeft gekregen. We zijn, ik denk dat in de periode dat ik voorzitter was, zijn we veel agressiever geweest, zowel ten aanzien van de ontwikkeling van het Heineken-merk als de ontwikkeling van de onderneming. Dat zijn twee dingen bij ons. Het Heineken-merk is heilig, dat is de cream in de koffie, en onderneming, dat is de brouwerijen, hè, waar je dus assets en brouwerijen en mensen en dergelijke hebt, merken, lokale merken. En wij hebben ontzettend veel overnames gedaan, alleen dat waren niet zo van die spectaculaire overnames, dat waren Het rijgen van paarlen aan een ketting. Dat waren dus de grootste overname die ik destijds gedaan heb, was 2 miljard. Dat was Brouwunion in Oostenrijk. En daarna heeft Van Boxmeer overnames gedaan van 7, 8 miljard. Dat is wel een andere orde van grootte. Maar dat hing samen met die structuur van die markt. Ik was aan het consolideren regionaal. Hij is aan het consolideren wereldwijd. En dan zijn de overnames aanzienlijk anders. Even, je zei Heineken het merk. Heineken staat heel erg achter zijn merk en blijft echt een familiebedrijf. Zou jij Heineken als bier willen vergelijken met Apple onder de computers? Want ze verkopen zich heel erg als premium en je hebt bijvoorbeeld ook geen Heineken 0.0. Het is echt Heineken. Het is, ja, die vergelijking vind ik wat lastig. Omdat Apple is een pionier, is een voorloper. Bier is een oud product, het is al 2000 jaar oud en daar is niet zo bar veel in veranderd. Het bestaat voor een groot gedeelte uit water. Dus het is een traditioneel product, het heeft ook een traditionele klantenkring. Maar hoe kan Heineken chimney? Maar het Heineken-merk is, kijk, ik weet niet of het nu nog zo is hoor, maar destijds was een Heineken biertje in de bar in New York kostte $8 en een Budweiser 2. Is het ook 4 keer zo lekker, een Heineken, dan een Budweiser? Nee, 4 keer zo duur. Maar omdat bier bestaat dan misschien alleen maar uit water. Dan staat het uit water. Nee, ik heb niet vergeleken met water. Oké, maar bijvoorbeeld ik proef, denk ik, blind proef ik geen verschil tussen een Grolsch, een Jupiler en een Heineken. Dat misschien ligt het aan mij. Maar als je blinddoek om doet, moet je. Maar toch is Heineken de grootste in Nederland. Maar ligt het dan vooral aan de marketing? Ja. Dus eigenlijk bier smaakt. Ik vind dat bepaalde merken, die u net noemt, eentje smaakt naar mijn idee absoluut naar uien. Maar als je van uien houdt, moet je dat doen. Maar welke smaak uien? Ik denk, nee, het is de marketing. Het is het geloof van een organisatie achter een merk. Ja. En de politiek die we hadden was, of hebben nog steeds, is eigenlijk vrij eenvoudig.
Je probeert een positie in een markt te verkrijgen door overnames, ook van andere merken. Dan heb je dus gewoon standaardmerken, die zijn lokaal. En we hebben bij elkaar 170, 180 merken. Iedereen denkt altijd dat we maar één merk hebben. Maar die merken die lokaal zijn, zorgen voor je distributie, voor je netwerk. En dan daarbovenop positioneren we het Heinekenmerk met een prijsverschil van ten opzichte van de standaardbieren van 30-40%. Dat is duurder. Dat bier is niet 30-40% duurder in de productie. Het is wel duurder in de marketing. Het is alleen een mooier flesje in de marketing. En de flesjes, nou, dat zie je tegenwoordig heel veel. Wat voor een verschillende soorten flesjes er allemaal geïntroduceerd worden. En, nou, dat is de marketing van het hele verhaal. Ik denk dat Heineken is meer een marketingorganisatie. En ik denk dat Apple toch nog een echt technologisch gedreven organisatie is. Heeft u dan ook een voorbeeld van uit die tijd van een marketingstrategie die echt erg gelukt is en ook eentje die heel erg mislukt is? Want Heineken heeft al veel ludieke acties. Nou ja, wat het bekende voorbeeld wat mislukt is, is Buckler. Ja. Dat, ik geloof dat heel Nederland dat kent. Met dank aan Joep van het Hek. En ja, zo is het toch echt. Je was eigenlijk een minkukel wanneer je een alcoholvrij bier dronk. En het alcoholvrije bier was toen Buckler. In Spanje is Buckler een geweldig succes. Maar ja, daar is Joep van het Hek niet opgetreden. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Ik denk dat Amerika is een enorm lang een succes geweest. Het Heineken was aspirational. Dus je dronk een Heineken en dan liet je aan je vriendin zien of aan je... Ja, dat is toch een waar je de meeste indruk op wil maken normaal. Zeker in die leeftijd. Dan drink je een Heineken. Dan laat je zien dat je een man van de wereld bent. En dan drink je geen Budweiser. Of Miller. Of Coors. Of wat dan ook. Dus dat is wel... Amerika is een groot succes. Vietnam is een enorm succes voor het Heinekenmerk. Heel merkwaardig. Dus toch een ontwikkelingsmarkt. En het is ook heel duur, Heineken in Vietnam, vergeleken met andere bieren? Vergeleken met het lokale bier, ja, meestal is het zo'n 30-40% duurder. En de Vietnamezen zijn dus bereid veel meer te betalen voor dat groene fles? Okay. Die willen zich onderscheiden. En dat is menselijk en het aspiratieniveau bij een boel mensen is toch dat ze dan voor de show misschien wel een Heineken bier drinken. Nou, laat ze dat vooral doen. Ja. En vooral $8 betalen voor een glaasje bier. Dat moeten ze doen. We hebben een vraag uit het publiek. Ja, u had het... Staat die aan? U had het eerder over het familiebedrijf Heineken. En dat is natuurlijk een gewaarborgd concept, een familiebedrijf. Veel familiebedrijven hebben ook de crisis doorstaan. Maar ik wou nu vragen, denkt u dat het familiebedrijf zoals we dat kennen, ook uit de 20e eeuw, en Heineken ook een toekomstmodel is voor het bedrijf? Of denkt u dat het iets is wat in de 21e eeuw niet meer zou kunnen concurreren met andere bedrijven, eenmansbedrijven? Ik denk dat als je in het verleden kijkt, zijn de familiebedrijven, is uitgebreid onderzocht, onder andere door... INSEAD en IMED succesvoller dan niet-familiebedrijven. Omdat de focus totaal op de lange termijn ligt. Kwartaalberichten zijn oninteressant. De koers is niet een driver, maar de drivers zijn de lange termijn ontwikkeling van de onderneming en de lange termijn marktposities. Zal dat in de toekomst ook zo gelden? Ik denk dat je dan een onderscheid moet maken hoe het in branches is. Als ze in een fase komen van krachtige consolidatie, en dan op wereldschaal, dan worden de overnemende partijen zo ongelooflijk duur, dat een familiebedrijf loopt het risico dat ze dan de boot missen. In de fase van consolidatie en daarvoor... ben ik ervan overtuigd dat een familiebedrijf door zijn focus op de lange termijn het altijd beter doet dan een bedrijf wat zijn focus op de aandelenprijs heeft. Die focus is fout. Dat is gedoemd, naar mijn idee, tot mislukken. De shareholder value, wat in de 90e jaren een enorme rol speelde,
En we weten allemaal dat bepaalde bankdirecteuren dat in hun vaandel hadden, of andere bedrijfsdirecteuren in hun zaal hadden geschreven, shareholder value, dan gaan de verkeerde impulsen daarvan uit. Als voorbeeld noem ik dan wel eens, Albert Heijn liet een marktvrouwtje met een boodschappentas voor het hoofdkantoor plaatsen. Dat is een signaal. Een van zijn opvolgers liet in alle Ahold gebouwen real-time op schermen de ontwikkeling van de koers zien. Dan zeg je iets anders als bedrijfsleiding tegen je organisatie. Dat is een andere boodschap. Die moet je wel goed in de gaten houden. Moet je in dat opzicht altijd een Freddy Heineken achter een bedrijf hebben staan die niet naar de aandeelhouders, naar de koers kijkt, maar vooral naar zijn eigen bedrijf kijkt? Ik denk dat alle families dat doen. Neem maar een paar familiebedrijven in Nederland die we allemaal kennen. SHV. Niet eens op de beurs genoteerd. Buitengewoon succesvol bedrijf. Al jaren, al generaties lang in de familie. Hebben tijdig de bakens verzet. En zijn durvals. Zijn echt fantastische ondernemers. Damen Shipyard. Shipyard. Nog een van de succesnummers van het Nederlandse bedrijfsleven. Aalbers Industries. Dat is meneer Jan Aalbers die dat bedrijf naar voren heeft gebracht. Jawel, je moet wel zo'n familie erachter hebben. Het hoeft niet een persoon te zijn, maar wel een familie. Oké, duidelijk. Ik wil even doorgaan over de biermarkt. zoals je al zei, u was bezig. Heineken had Nederland al. U was bezig om Heineken binnen Europa groter te maken. En de laatste jaren zijn ze bezig om gewoon de bierbrouwerijen internationaal groot te maken. Er was laatst sprake van een overname van Sap Miller op Heineken. Heineken heeft dat afgewezen, of dat is niet doorgegaan. Wat ging er door uw hoofd toen u dat hoorde, dat het niet doorging? Nou, dat was voor mij geen verrassing. Zowel de familie als ook de leiding van het bedrijf willen onafhankelijk blijven. En dat betekent onafhankelijk blijven dat je eet en niet gegeten wordt. En wat we de laatste, dus na die regionale consolidatie, wat ik net heb proberen uit te leggen, die wereldconsolidatie, we hebben Scottish & Newcastle gekocht, we hebben FEMSA gekocht, de grote brouwerij in Mexico, en we hebben Asia Pacific Breweries gekocht. Dat zijn overnames in de orde van grootte van 7, 8 miljard. Kijk, als je in staat bent als bedrijf, als familiebedrijf, dit soort overnames te doen, zonder je balans in gevaar te brengen, dan ben ik liever degene die de ander opeet dan degene die gegeten wordt. Maar denk je dat Heineken ooit overgenomen kan worden? Omdat het een familiebedrijf is, dat ze het wel altijd alle overnamebotten zullen slaan? Luister, de familie is met hart en ziel verknocht aan dat bedrijf. En de kinderen van Charlene Heineken, die zijn nu al betrokken bij het bedrijf. En die voelen daar een enorme identificatie mee, een trots. Het is geen erfenis, het is een erfgoed. En dat zijn die, hun kinderen zijn, de een is net afgestudeerd aan Princeton, de ander heeft. Dus die zijn jullie leeftijd. En die zijn betrokken bij dat bedrijf. En die beschouwen dat ook eens, ja, je bent toch niet de generatie die het bedrijf verkwanselt. Dat doe je toch niet. Dus het is eigenlijk dom dat die bedrijven en proberen Heineken over te nemen, want het wordt toch wel afgeslagen. Had ze wel beter eens inlezen. Kijk, als zolang de familie de meerderheid van de aandelen heeft en niet het geringste spoor heeft om het te verkopen, die familie die krijgt 150, 160 miljoen dividend per jaar. Nou, kun je aardig van leven, toch? Dus er is geen enkele reden waarom ze het zouden doen. Maar moet Heineken niet uitkijken, want er is nu iets anders gaande. InBev probeert nu Sap Miller over te nemen. Als dat gebeurt, dan hebben ze samen 36% van de markt, volgens mij. Dat kan wel grote gevolgen hebben voor Heineken, gok ik. Nou, als dat gebeurt, dan zal de antitrustwetgeving in verschillende landen ze opdracht geven om een heleboel dingen te verkopen. En dat is voor ons een prachtige gelegenheid om dat op te pakken. Om die bedrijven dan weer te kopen? Als dat doorgaat, dan moet in ieder geval één van de Amerikaanse bedrijven verkocht worden. Waarschijnlijk Miller. Nou, dat vinden wij wel leuk. Waarom zou dat moeten?
Omdat als dat samengaat, hebben ze. Anheuser Busch heeft 50% marktaandeel, Miller 23%, 75%. Heb je duopoly, 75% marktaandeel is onacceptabel voor de Amerikaanse trustautoriteiten. Daar dus moeten ze van verkopen. Absoluut. Dus je zit eigenlijk een beetje te hopen dat. Eigenlijk wel, ja. In stilte. In stilte. Ja. Oké, u heeft ook jarenlang een groot bedrijf geleid, maar u heeft ook aan de andere kant van de bestuurstafel gezeten. U zat in de raad van commissarissen van verschillende bedrijven. En ik vraag me af, wat doet een raad van commissarissen precies? Wat doet u dan de hele week? Je bent officieel een toezichthouder. Ja. Dus dat is een rol die in de wet ligt vastgelegd, dat moet je in ieder geval doen. Iedere commissaris vult die rol een beetje op zijn eigen manier in. Ik ben ervan overtuigd dat je er ook bent om het bestuur te helpen. Je moet dus, naar mijn idee, een goede verstandhouding hebben met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Want als je dat niet hebt, krijg je ook de informatie niet. Een Raad van Commissarissen is zo goed als de informatie die ze krijgen van het bestuur. Nou, die informatie is dus behalve de formele informatie van de kwartaalberichten, die deugen heus wel. Hè, overal is wel een financiële afdeling die daar goed voor zorgt en dat netjes voor elkaar heeft. De informatie die je moet krijgen is de informatie die onder de oppervlakte ligt. En daar moet een verstandhouding voor zijn met het bestuur, waardoor je dat vertrouwen krijgt. Aan de andere kant moet je ook doorvragen. Het voorbeeld wat ik net noemde van Ahold, dan zie je dus dat de informatie klopte allemaal wel. Maar je moet ook erg keen zijn op het gedrag. Want je haalt niet alles uit de formele rapportage. Je moet ook kijken naar hoe gedraagt een raad van bestuur zich, of hoe gedraagt de voorzitter van de raad van bestuur zich. Ja. En er zijn veel voorbeelden van te noemen, die allemaal hier ook in Nederland dicht bij huis zijn. Met name in die jaren 90 en daarna hebben we toch de fraudezaken gehad van Enron, van WorldCom, van Ahold. Daarna hebben we de bankencrisis gehad in 2007. En waardoor is dat gekomen? Door een te zware nadruk, of uitsluitend nadruk op die shareholder value. En dat als een bestuur dat uitademt, dat tentoonspreidt, de toon uit de top, hè? Dan gaat een organisatie zich daarnaar voegen en gaat de verkeerde dingen doen. Nou, daar moet je als raad van commissarissen dus toezicht houden, helpen, ondersteunen, een vertrouwensband opbouwen en goed kijken naar het gedrag. Het gedrag is iets wat je moeilijk kan vinden als raad van bestuur. Raad van commissarissen, het bestuur, zegt u dus, heeft dingen ook nog onder de grond liggen die ze niet naar buiten brengen. Ja. Heeft u dat zelf ook toen u in het bestuur van Heineken zat, dingen onder de grond? Nee. Nee? We gaan nu niet over kartelvorming hebben, hè? Een onmogelijke vraag natuurlijk. Nee, maar het raad van commissarissen, die moeten dat soort dingen dus naar boven zien te krijgen. En u heeft zelf ook, toen u bij Heineken CEO was, bij kartelvorming gedaan samen met Gross en Jupiler. Tenminste, dat is naar boven gekomen. Dus u weet hoe het bestuur dat soort dingen onder de grond houdt. Bent u daarom ook aangewezen om in de raad van commissarissen zijn om dat soort dingen naar boven te halen? Nou, niet aangewezen. Je bent aangewezen om heel goed op te letten. En om je rol naar behoren te spelen. En ik heb net proberen uit te leggen wat naar mijn idee die rol is. Dat is niet alleen maar opstellen op basis van de formele rapportage. Maar wel iets dieper te graven. Kijk, de Raad van Bestuur heeft de taak om informatie te brengen naar de Raad van Commissarissen. Ik vind dat de Raad van Commissarissen ook een haalplicht heeft om bij de organisatie die informatie te halen. Als commissaris heb je onbeperkt toegang tot alles in een bedrijf waar je commissaris bent. Nou, ga dan eens een keer met de treasurer praten, of ga eens een keer met de controller praten, of ga eens een keer met de hoofdinkoop praten. Ja, maar staat dus je vrij om dat te doen. Dus de Raad van Commissarissen houdt toezicht en die kan dus overal bij, die kan dus naar het bestuur en die kan de jaarrekeningen lezen. Maar stel het gaat mis, zoals bij Ahold, de boekhoudverhaal in 2003. Hoeveel verantwoordelijkheid heeft de Raad van Commissarissen dan? Want het bestuur wordt erop afgerekend, maar de Raad van Commissarissen moest eigenlijk toezicht houden. Maar dat hebben ze dus blijkbaar niet goed
goed genoeg gedaan. Nee. Dus... Dat kun je zeggen. Dat ze dat, dat op formele gronden hebben ze dat waarschijnlijk wel gedaan. Maar ik vind dat die... En dat hebben we geleerd, laten we wel wezen. Wat ik nou net even noemde van die fraudezaken. Vervolgens de... Nou, toen is de Sarbanes-Oxley gekomen. Heeks, het tabaksblad. En daarna hebben we nog een keer zo'n akkefietje gehad met de bankencrisis. Dus je moet... We hebben geleerd dus, denk ik, en ik hoop dat we dat geleerd hebben, als commissaris, om wat dieper te kijken dan alleen de formele rapportagelijnen. En dan kom ik op gedrag. Dat is, voor mij is dat gedrag. Maar heeft u dus ook het is dus een paar keer misgegaan, het toezicht was niet genoeg. Zit u ook zo van, ja, ik had eigenlijk veel beter daarnaar moeten kijken en dan had het misschien niet kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld bij Ahold had ik beter die boeken moeten lezen. Nee, of is boek, iets buiten die boeken liggen bereik. Niet. Juist, ze hebben een financieel directeur die is wel in staat om een behoorlijke rapportage te maken. Dus dat klopt allemaal wel. Er was een onbegrensd vertrouwen in de bestuursvoorzitter. Door de Raad van Commissarissen. Onbegrensd. En naar mijn idee... Ik kwam er pas daarna bij, hoor. Maar okay. Ik zat er toen niet in. Ik ben pas in oktober 2002 commissaris geworden bij Ahold. En 23 februari 2003 barstte de bom. Ja. Achteraf moet ik zeggen, van, dan is ze... Ze werden toch te weinig kritisch. Ja, dus als je zegt, van, is dat, heeft de Raad van Commissarissen daar... een medeverantwoordelijkheid voor, dan zeg ik ja, daar hebben ze een medeverantwoordelijkheid voor. We hebben, Ivana heeft volgens mij weer een vraag uit het publiek. Yes. De heer Vuursteen, hartelijk dank voor uw komst hier. Ik vond uw punt heel interessant dat u zei, ik let vooral goed op het gedrag van de bestuursvoorzitters, of van het bestuur als het algeheel. Maar op het moment dat u verkeerd gedrag constateert, hoe corrigeert u dat dan? Ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is. Nou, dat is heel lastig, maar... In de eerste plaats moet je het zien. Dus je moet erop alert zijn om het waar te nemen. Nou, en op het moment dat je het waargenomen hebt, kun je erover praten. Dan hangt het toch af van het gesprek en hoe overtuigend ben je om dat bij te sturen. Je kunt niet zeggen, dat mag niet. Wat je wel kunt zeggen, ik stap op. En er zijn ook voorbeelden die je ook uit de krant kent van bepaalde commissarissen die opstappen, omdat ze het principieel niet eens zijn met het bestuur. Nou, dat is wel een signaal wat je afgeeft, hoor. Oké, bedankt. Ik wil nog heel veel terug naar die verantwoordelijkheid. En nu naar, niet bij Ahold, maar naar ING. ING heeft ook staatssteun gehad, het ging mis. En Wouter Bos zei dat eigenlijk... De verantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Commissarissen bij een bank. Bent u het ermee eens? En kan dus de Raad van Commissarissen bij ING dus ook verantwoordelijk gehouden worden voordat de bank zoveel derivaten kocht en dat het uiteindelijk misging? Ik weet niet of het juridisch correct is dat de verantwoordelijkheid bij de Raad van Commissarissen ligt. Kijk, in ons two-tier model, ik praat niet over een one-tier model, maar het verschil is bekend, hè? Nou, bij een two-tier misschien even uitleggen voor de mensen die niet weten. Een one-tier heeft de Raad van Commissarissen en het bestuur zit in één board. En die zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Dus in een one-tier en in een two-tier model heb je een bestuurslaag, dat is het Raad van Bestuur. En daarboven staat een Raad van Commissarissen en die houdt toezicht. Dat is het two-tier model. In een one-tier model is de verantwoordelijkheid voor de strategie ligt bij de board. Dus ook bij de non-executive directors. In een two-tier model ligt de verantwoordelijkheid voor de strategie bij het bestuur. En houdt de Raad van Commissarissen toezicht. Dus ik weet niet of meneer Bos gelijk heeft, juridisch gelijk heeft, als hij zegt... De Raad van Commissarissen is uiteindelijk verantwoordelijk. Ik heb tegen jou gezegd net, ik vind wel dat ze medeverantwoordelijk zijn. Ja. Maar ik geloof niet dat ze de absolute verantwoordelijkheid hebben. Wat was je vraag? De verantwoordelijkheid, u antwoordt net al. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, wat vindt u dan een beter systeem?
het systeem wat wij vooral in Nederland hebben, het two-tier-model, of wat er meer in Engeland, in Amerika, dat dus de raad van commissarissen echt in het bestuur zit. En ik zou dan denken dat ze dan ook veel makkelijker toezicht hebben, want zij zitten veel dichter op bestuur. Nou, dat is altijd het argument van de raad van commissarissen, of de non-executive directors heet het dan, zitten dichter op het bestuur. Dat is altijd het argument wat er gebruikt wordt. Maar, ik heb net gezegd, als lid van de raad van commissarissen heb je toegang tot alles in een bedrijf. Dus als je dus niet alleen afhankelijk bent van de brengplicht van de raad van bestuur, heb je een haalplicht om de informatie op te halen. Dus je kunt overal bij. Dus ik weet niet wat waar is. Er zijn uitgesproken voorstanders van een one-tier model en er zijn uitgesproken voorstanders van een two-tier model. Ik vind de balans tussen een raad van bestuur en een raad van commissarissen, vind ik dat eigenlijk prima werkt. Dus niet veranderen, Ik vind het niet nodig om dat te veranderen, nee. Er is wel een tendens om het te veranderen, hoor. Want we nemen natuurlijk alles over van de Anglo-Saxische wereld. Dus ook dit zullen we wel langzamerhand naar meer one-tier boards toe gaan dan we op het ogenblik hebben. Daar ben ik wel van overtuigd. En bij Axel hebben we ook de discussie. En hoe komt die discussie? Als je naar alle commissarissen van AIX-fondsen kijkt, dan is de helft Nederlander en de andere helft is niet-Nederlander. Die niet-Nederlanders zijn bijna allemaal gewend aan een one-tier board. En die begrijpen ze. En die vinden een two-tier board toch maar raar. Want formeel, wat ik net als voorbeeld noemde, strategie is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Dus die drukken op, laten we nou naar een one-tier gaan. En dus ik had die discussie bij Axel bijvoorbeeld heel duidelijk. 3 Nederlandse commissarissen, 5 buitenlandse commissarissen, die alle 5 gewend zijn aan een one-tier board. En ik zeg, jongens, in de praktijk maakt het niks uit. En dan zeggen ze, nou, als het dan niks uitmaakt, laten we dan naar een one-tier gaan. Dan word je bestreden met je eigen argumenten natuurlijk. Ja. Dus, maar daar gaat het wel naartoe. En, maar dus, de verantwoordelijkheid, eindverantwoordelijkheid, bij een one-tier board ligt bij de hele board. Dus ook bij de non-executives. Ja. Ook formeel. Ook juridisch. Ook qua aansprakelijkheid. Ja, want eigenlijk was je natuurlijk op uit. Hè? Ja. Je wilde die commissaris laten betalen. Maar in Nederland is dat niet zo. Nee, dat niet. Maar uiteindelijk ligt de keuze dus bij het bestuur. Hoeveel hebben de raad van commissarissen in te brengen? En heeft u wel eens meegemaakt een moment waar u zei, dit als raad van commissarissen, dat jullie zeiden van nee, dit moet je echt niet doen. En dat het bestuur zei, we gaan het toch doen. Dat zou kunnen. Dat kan. Heeft u dat meegemaakt? Ik heb dat niet zelf meegemaakt. Maar wel heftige discussies. Kijk, bijvoorbeeld AXO had een chemiedivisie, een coatingsdivisie, een professionele coatingsdivisie en een farmadivisie. En dan heb je de conglomerate en dan heb je de conglomerate discount en dat is slecht voor je aandelenontwikkelingen of voor de koersontwikkeling. Dus de discussie was, we moeten één van die poten afstoten. Nou, daar waren een paar absolute farmaceuten die in de raad van commissarissen die absoluut wilden dat pharma de kern moest worden van het bedrijf. Het tegenargument van het bestuur was, we zijn te klein om daar een wereldspeler in te worden. Terwijl we in coatings wel een wereldspeler kunnen worden. En uiteindelijk, je winst, je moet nummer 1 of nummer 2 van de markt zijn om winst te kunnen maken. In een relevante markt. Als je kleiner bent, dan heb je geen echte winstpotentie. Dus heeft die discussie heeft al 1,5-2 jaar geduurd. Toen is uiteindelijk besloten om de farmadivisie opzij te zetten. Ja. Het is niet een echt tegen elkaar opbieden met argumenten. En wie is nou de baas en wie is niet de baas? Je probeert altijd de ander te overtuigen van een gelijk. En op een gegeven moment, wanneer de argumenten van de ene partij beter zijn dan die van de andere partij, dan wordt er toch, dan zegeviert het gezonde verstand, godzijdank. Oké. Okay. Ik wil even onderbreken, want we hebben een publieksvraag, volgens mij. Yes. Meneer Veurstein, u zei net zelf dat een deel van de taak van een commissaris is een vertrouwensband opbouwen met het bestuur. Ja. Maar zou je eigenlijk niet als commissaris moeten werken op een basis van wantrouwen? Want je bent eigenlijk degene die het bestuur controleert. Is een vertrouwensband niet ook heel gevaarlijk? Als je dat doet, dan ben ik bang dat je niks meer te weten komt.
Er moet vertrouwen zijn, mijn. Maar er moet, dus er zullen best collega's van mij zijn die een andere opinie hebben, hoor. Maar ik vind dat je een vertrouwensbasis moet hebben met het bestuur. Dan krijg je de informatie die je moet hebben. En dan kun je, naar mijn idee, je toezichthoudende functie beter uitvoeren dan wanneer je dat vertrouwen niet hebt. En die informatie dus niet krijgt. Ja, ik wil je graag op inhaken, want dat is voor mij toch, dat rijmt niet helemaal met elkaar, objectiviteit, toezicht en een vertrouwensband. Maar het tweede wat ik me afvraag is, u zei eerder in het gesprek, de kwaliteit van de Raad van Commissarissen is afhankelijk van de informatie die de Raad van Bestuur toedient. Ja. Aan de andere kant hoor ik ook, de Raad van Commissarissen heeft toegang tot alle informatie in het bedrijf. Maar is dat dan niet een manier om de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen een beetje bij de Raad van Bestuur te leggen? Is het niet zo dat de Raad van Commissarissen gewoon zelfstandig op zoek moet naar de correcte informatie in het bedrijf? Dat ben ik helemaal met je eens. Dat noem ik ook die haalplicht van de Raad van Commissarissen. Er zijn niet veel commissarissen die dat doen. En vaak als het kalf verdronken is, dan komen ze erachter dat ze niet die taak hebben uitgevoerd. En dat ze te weinig zijn gaan halen. Wantrouwen en toezicht houden, dat eerste punt wat je noemde. Kijk, je hoeft niet dikke mik met elkaar te zijn. Je hoeft niet bij elkaar op verjaardagsvisite te komen. Dat is wat anders dan een vertrouwensband. Een vertrouwensband is een zakelijke band die je met elkaar hebt, waarin je elkaar vertrouwt, waar je elkaars oordeel in respecteert. Ik zeg niet dat je bij elkaar op verjaardagsvisite hoeft te komen. Dat vind ik ook niet nodig. Geeft dat een beetje dan het antwoord of de nuance aan? De onbevredigend? Nou ja, ik kan er niks aan doen. Maar de Raad van Commissarissen moet dus informatie halen bij het bestuur. Maar als u commissarissen zit in heel veel Raad van Commissarissen, hebben ze dan überhaupt wel de tijd om diep in dat bestuur te duiken en die informatie eruit te halen? Nou, je mag in Nederland maar 5 commissariaten hebben. Ja, maar dat is een nieuwe regel van het Tabaksblad. Nou ja, nieuw. Nou, nieuw, ja, kijk, 2004 is dat 4 jaar geleden. Oud. Het grappige is dat ze dat beperken tot Nederlandse commissariaten. Ja. Als het tijdsfactor een rol zou zijn, dan zouden ze dan ook de buitenlandse commissariaten moeten meetellen. Maar dat doen ze niet. Dus de doelstelling van die actie was gewoon om het Old Boys Network te doorbreken. Ja, was het ook niet de doelstelling daar? Want het lijkt mij, als je bij 5 commissariaten tegelijk zit, je zat bij ING, je zat bij TomTom, is het dan niet moeilijk om integer te blijven? Het is namelijk zo dat ING makkelijker een lening kan verstrekken aan TomTom, die afgewezen was door ABN. Maar daar bemoei je als commissaris niet mee. Nee? Je kan niet de lijntjes trekken? Nee, dat kan ook niet. Wordt ook niet geaccepteerd door anderen, dus dat is onmogelijk. Als je daar je invloed zou proberen te gebruiken, dan word je door je collega's wel terecht gewezen. Dat is ongepast. Maar dat soort dingen gebeuren wel onderling. Denk het niet. Ik bedoel niet iedereen. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, als je met name vanuit de bankensector kijkt naar en hun klanten. En als, natuurlijk, het is niet te voorkomen. Want de meeste mensen die daar bezig zijn in dat wereldje van commissariaten, zijn die bij een bankcommissaris zijn ook bij een aantal commerciële bedrijven commissaris. Nou, daar kun je geen misbruik van maken. Absoluut not done. Nee, op papier kan het niet. Maar... Nee, maar nee, in de praktijk ook niet. Oké. Okay. Nee, absoluut maar, niet. Tabaksblad was dus een regel in 2004 en dat stelde voor dat er maar maximaal in 5 plaatsen van Raad van Commissarissen mag zitten. En u zat er in meer toen en u moest er een paar opgeven. Ja. Maar bent u het eens met dat u er een paar moest opgeven? Jawel, want ik vind zoals we dus nu over de Raad van Commissarissen praten en wat jullie ook duidelijk naar voren brengen is dat die verantwoordelijkheid of medeverantwoordelijkheid zwaar moet wegen, ja. Dan kun je dat niet 10 hebben. Aad Jacobs zei ooit, dat ik weet niet, Aad Jacobs was vroeger CEO van ING en die had de stelling, vlak nadat het rapport van het Tabaksblad uitkwam, ik durf te beweren, hoe meer commissariaten iemand heeft, hoe beter een commissaris die is. Nou, ik denk dat dat niet helemaal waar is. En ik vind, of het nou 5 of 6 is, laat ik in het midden, dat het een beperkt aantal, waarbij een voorzitterschap voor 2 telt. Ik vind dat een beperkt aantal commissariaten wel nuttig is om de gelegenheid te geven om voldoende tijd eraan te besteden. Dan zeg ik wel, dan zou ik ook de buitenlandse commissariaten mee willen tellen.
En had de code tabakslat de gewenste gevolgen, denkt u, toen het werd ingesteld? Ja, er zijn er een... door de diversiteit is in ieder geval enorm toegenomen. En eerst maar zijn er veel meer buitenlanders bijgekomen. Omdat iedereen moest een aantal commissariaten wegdoen. Dus ja. Als je er 10 had, dan moest je er 5 wegdoen. Nou, dan moesten dus anderen voor binnenkomen. Dat mocht niet uit het Old Boys Network, want die zaten allemaal met hetzelfde probleem. Die hadden allemaal te veel commissariaten. Dus die werden van buiten gehaald. En het tweede punt van diversiteit is natuurlijk hoe langer meer vrouwen die in de raad van commissaris komen. Je zegt dat er meer diversiteit is gekomen, maar betekent dat dan ook meteen dat het de toezicht nu beter is? Want u zegt nog steeds, er zijn nog steeds problemen met dat je het gedrag van het bestuur niet kan lezen. Nee, ik heb geprobeerd te zeggen dat we lessen moeten trekken uit het verleden. Ja. En daar heb ik een paar voorbeelden van aangehaald. Ik denk dat het toezicht beter is geworden, niet door de diversiteit, maar dat is een persoonlijke mening. Ik denk dat het toezicht beter is geworden door de missers die we in de loop van de tijd gehad hebben. En de problemen die er geweest zijn met fraudezaken, met bankencrisis enzovoort. Dus de Raad van Commissaris is zeker alerter geworden, een stuk alerter geworden dan ze vroeger waren. Heel vroeger, weet ik wel, dat commissarissen kwamen met een dichte envelop op de commissarissenvergadering en maakten ter plekke de envelop open met hun stukken. Die tijd is voorbij, dat kan ik je zeggen. En falikant voorbij. En ook een regel in Tabakslat was dat de bonus maximaal een jaar salaris mocht zijn, als ik me niet vergis. Bent u daarmee eens? Dat hebben ze helemaal geen moer mee te maken. De overheid heeft daar niks mee te maken. Dus al die bonussen kunnen ze alleen doen. Nee, de onderneming is van de aandeelhouders. Dus ze hebben daar niets mee te maken. De overheid heeft die eis opgelegd bij die banken, met name bij banken, waar die ze staatssteun hebben gegeven. Die staatssteun, moet je ook wel even in perspectief zien. ING heeft 10 miljard gekregen en inmiddels 16 miljard terugbetaald. Want de prijs die ze moesten betalen voor die lening, dat was een lening van de overheid, die was vrij hoog. Dus de Nederlandse overheid heeft er gewoon 5 of 6 miljard aan verdiend. Dat om het een beetje in perspectief te zetten. Kijk, aan die voorwaarden, dan bij die instellingen waar de overheid dus financiert, daar hebben ze het recht om eisen op te leggen. Nou gaat meneer Dijsselbloem zelf zo ver dat hij vindt dat banken niet meer dan 20% bonus mogen hebben. Maar dus bij ING vindt u het wel terecht dat er een bonusplafond is? Recht. Ze hadden het recht om het te doen. Ja, maar vindt u het ook terecht? Want er wordt ook wel gezegd dat de bonussen ook een oorzaak zijn van de crisis. Omdat bankiers misschien heel erg zich richten om op die bonus te halen. En dat ze geen oog hadden voor andere... Ja, dat komt omdat je, als je de bonus koppelt aan aandeelhouderswaarde, ja, dan krijg je dat effect. Maar ik vond het wel terecht. Ja, dat ze als een van de voorwaarden stelden dat de bonus niet meer dan 100% van het jaarsalaris mocht zijn. Waarbij overigens gezegd mag worden dat meneer Homme voor 1 dollar of voor 1 euro gewerkt heeft een heel jaar. Hè? Dus, wat was hij? Homme heeft toen de plaats ingenomen van Tielman. En die is toen CEO geworden. Die was voorzitter van de Raad van Commissarissen, is toen CEO geworden. En het eerste jaar heeft hij voor 1 euro gewerkt. Nou, dat is netjes. Dat is toch genereus, ja. Vind je niet? Maar dus bonussen, dus je bent sowieso tegen bonussen die gelinkt zijn aan aandelen. Omdat de bestuurders zich te veel richten op de aandelenkoers. En dat is niet goed, omdat het is korte termijn denken. Hou ik dat verhaal er? Ja, maar het is niet meer van deze tijd om zoiets te zeggen. Kijk, iedereen in de wereld wordt betaald met aandelen. Hè? Ja. Vroeger waren dat... aandelen, hoe heet het ding ook weer, die werden uitgegeven en dan kon je ze na 3 jaar kon je ze inwisselen tegen aandelen. Opties. Tegenwoordig worden opties, ja. Tegenwoordig worden de performance aandelen uitgegeven. Het is een... Ja, ik heb er enige twijfels over. Het kan wel weer misgaan door die... Ja, ik heb er enige twijfels over, maar dat is ook een puur persoonlijke mening, want de hele wereld betaalt zijn directies en zijn raad van commissarissen in aandelen. Okay. Voor een deel in aandelen. En dan heb je natuurlijk het belang van de korte termijn
koersontwikkelingen van je aandelen. Want dat gaat meteen naar je eigen zak toe. Dus dat is een beetje een perfide impuls, ja. Maar het is niet realistisch om daar vanaf te stappen. Oké, volgens mij hebben we hier een publieksvraag. Ja, ik heb nog een vraag aangaande de bonussen. Ik vraag me altijd af, als ik hoor van dat soort ontzettend hoge bonussen die worden uitgegeven, van 100% van het jaarsalaris, voegt een bestuurslid ook daadwerkelijk echt zoveel waarde toe aan een bedrijf dat hij zoveel geld moet verdienen? En ik kan me voorstellen, hij kan er makkelijk van leven, maar ook al van zijn gewone jaarsalaris. Waarom is die bonus nog nodig? Dit zijn lastige vragen. Omdat, kijk, ik vraag mij af, hè, met jou, waarom huidige voorzitters van de Raad van Bestuur 10 keer zoveel moeten verdienen als voorgangers van ze, hè, die het ook fantastisch gedaan hebben. Er zijn in het Nederlandse bedrijfsleven voldoende voorbeelden te noemen van grote mannen, ook van grote bankiers. En nu verdienen ze, die jongens die er nu opgerold zijn, verdienen 10 keer zoveel. Ik vraag me ook af waarom dat nodig is. Als je tegenwoordig naar een remuneratievergadering zou zijn gaan, hè, van de Raad van Commissarissen, dan zit er altijd iemand van een externe adviesbureau bij en die heeft alle statistieken van de hele wereld voor alle functies en alles gewogen en zoveel punten, ieder heep punten en wat voor, maakt allemaal niet uit. Ze komen met een argument waardoor ze in het buitenland veel meer verdienen dan in Nederland. Dat is waar. En vooral Anglo-Saxische landen. Dat is waar. Wij kijken altijd meer naar Anglo-Saxische landen dan naar Europese landen. En dan ontstaat er de discussie. Ja, willen we concurrentievriendelijk zijn, dan moeten we die mensen dat soort salarissen betalen. Er zijn inderdaad een aantal Nederlanders die in het buitenland een fantastische baan hebben. Maar er zijn een heleboel die dat niet hebben. Dus ik heb ook mijn twijfels daarover. Maar het gebeurt. En ik weet niet wat dat tegen kan houden. Eén ding weet ik zeker. Een regering moet zich daar absoluut niet mee bemoeien. Want ze hebben er niets mee te maken. U zegt dat Nederlandse bedrijven die bonussen wel moeten betalen. Omdat ze anders niet kunnen concurreren met de grote bedrijven in het buitenland. Dat is het argument wat gebruikt wordt. Aan de andere kant heb ik in NRC Next gelezen, of in NRC gelezen, een interview met u. Waarin u had gezegd dat u 10-voudige in Amerika had kunnen verdienen. Maar u bleef toch bij Heineken. Heb je niet juist dat soort mensen in het bedrijf nodig? Die niet voor het geld gaan, maar die gewoon vol voor het bedrijf vechten. En zou je dat argument er dan niet tegenover kunnen zetten? Dat is de mensen die toch voor het grote geld willen gaan. Nou ja, ga dan maar gewoon lekker naar het buitenland. Want je wil niks voor ons Hollandse bedrijf betekenen. Nee, dat kun je wel zeggen. Maar als de praktijk is dat de greed bij een boel managers, topmanagers, toch zo groot is dat ze dan zouden gaan. Ja, dan raak je toch de kwaliteit kwijt. Dus ik kan het wel met jullie eens zijn. Ik ben het ook een heel stuk met jou en met jou eens. Hè? Ik vind het ook overdreven. Dat er overdreven veel betaald wordt. En dat een heleboel, en dat begon met die stockopties, waarin mensen dus personal wealth kregen. Dus die werden niet betaald voor het was niet voor hun levensonderhoud of voor hun studeren van hun kinderen en noem maar op, voor het gewone leven. Nee, ze creëerden personal wealth. En dat is een idee geworden in de wereld, dat als je veel een hoge baan hebt, moet je zoveel verdienen, dat je echt, als je met pensioen gaat, dat je miljoenen op de bank hebt staan. Gewoon, personal wealth. Dat is, vind ik ook raar. Maar zo reageren mensen wel. Wel een fact of life. Dus zo zie je hoe slecht de mensen zijn. Of hoe slecht jullie worden als je veel gaat verdienen. Worden allemaal hebzuchtig. Allemaal hebzuchtig. Ze worden allemaal hebzuchtig. Of zijn we dat rijke ook? Mensen die rijke mensen geven toch ook nooit wat weg, joh. Rijke mensen willen altijd meer hebben. Dan hebben ze genoeg en dan willen ze nog meer hebben. Dat is toch raar? Maar het gebeurt wel. Het is fact of life. Oké. Ja, ik wil hier toch nog even op doorgaan. Niet waar? Mensen zijn allemaal hebzuchtig. Kunnen mensen dan wel toezicht houden op het bestuur? Ja, maar die commissarissen verdienen niet zoveel.
Nou ja, het zijn ook mensen. Ze zijn ook hardvochtig. Ja, maar die verdienen niet zoveel. Dat is ook... Ja, ik hoor dat ze best wel veel verdienden, maar... Ja, wat jij veel vindt, vind ik misschien niet zoveel. Maar nee, Nee, maar dat is die salaris. Wat krijgt een salariscommissaris tussen de 30 en de 50.000 euro? Nou, dat is wel veel, maar dat is geen perverse prikkel, hè? En bovendien, ze hebben geen prikkels, want ze krijgen geen aandelen. En dat is allemaal terecht. Het is allemaal keurig geregeld in Nederland. Degenen die toezicht houden, krijgen geen aandelen of andere perverse prikkels, zoals het dan zo graag genoemd wordt door meneer Dijsselbloem en Klonuiten. Duidelijk. Helaas zit het uur erop. Ik wil nog wel één laatste vraag stellen. U bent CEO geweest bij Heineken, bij Philips, heel lang gezeten, goede functie gehad, heel veel raad van commissarissen gedaan. Wij zijn hier studenten en wij moeten nu geen keuzes gaan maken. Moeten wij ons biertje links laten staan of moeten wij toch gewoon lekker aan het bier blijven zitten? Ik zou lekker een biertje nemen, maar op het juiste moment. Okay. Niet, maar je vroeg of ik om 12 uur een glaasje of kwart over 12 een glaasje bier wil. Nou, dat is mij nog te vroeg. Maar vanavond om 6 uur zie je mij naast een glaasje bier en een klein borreltje. Ah, het is nu 2:30 en we hebben toevallig wat biertjes bij ons. Oh. Accepteert u deze of niet? 2:30. Ja, maar ik... Oh, als je... Wilt u een lekker biertje van mij? Ja, graag. Die wel... Kijk, ja, hier zit water in. Ik weet niet of jullie dat kunnen lezen, wat erop staat. Dat vind ik wel. Dankjewel. Dames en heren, dit was weer een leuke sessie met Karel Vuursteen. Graag een hartelijk applaus. Dankjewel. Hartelijk dank. Volgende week zijn we er niet in verband met tentamens, maar een week later zijn we er wel. Niet hier, maar met de CEFA Conference. Over de Rising Powers gaat het dan. Er zijn 5 sprekers. Dat is georganiseerd via CEFA, dus daar moet jullie inschrijven. Het zou heel leuk als jullie daarheen gaan. En dan over 13 november hebben we Jet Bussemaker. En dan gaan we het over het leenstelsel hebben. Ja, als je mening erover hebt, kom graag hierheen en stel haar veel vragen. Dankjewel en graag nog een applaus voor Karel. Real free swinging blues number called I'm Walking. Now, Johnny, what say we open up this evening with a real free-swinging blues number called I'm Walkin'.
And now, Johnny, what say we open up this evening with a real free-swinging blues number called I'm Walkin'. Now, Johnny, what say we open up this evening with a real free-swinging blues number called I'm Walkin'.